Met fraai geroskamde en opgedirkte paarden waren meer dan 100 boeren naar de Zeeuwse hoofdstad Middelburg gekomen om er deel te nemen aan de jaarlijkse ringrijderij. Bij deze wedstrijden wordt gestreden om de wisselbeker die Hare Majesteit de Koningin beschikbaar stelde. Onder de deelnemers bevinden zich iedere keer weer de beste ruiters van Zeeland. Velen slaagden er ook nu weer in de ring aan de lans te steken, hoewel dat op de ongezadelde paarden niet zo gemakkelijk is. Maar om winnaar te worden moet men 3 maal achter elkaar raaksteken. Duidelijk leest men de grote spanning op de gezichten van de deelnemers en het publiek in deze vertraagde opname. De winnaar van deze ringrijderij werd op traditionele wijze met zijn zegen geluk gewenst.